ik doe mee aan de Oost van Overmorgen omdat ik het belangrijk vind dat mensen uit de hele sector meedoen aan dit innovatielab en ook leiderschapstraining. En het is heel belangrijk ook om jezelf te ontwikkelen en daarbij ook om de perceptie van anderen te zien in de agrarische sector. En vaak heb je tegenstrijdige belangen en verschillende visies en ambities. En door dit soort projecten te doen, kan je er ook weer anders naar gaan kijken en gezamenlijk naar andere oplossingen komen in de sector en ook de vragen waar we voor staan in de sector. Ik doe mee in de Oogst van Overmorgen omdat ik het belangrijk vind om ook met gelijkgestemden die buiten de overheid werken praktijkervaring op te doen. En met hen in gesprek te gaan over hoe zij het ervaren en wat hun struggles zijn of juist wat wel goed gaat. Wat de Oogst van Overmorgen mij tot nu toe heeft gebracht is een beeld vanuit onder andere de boeren, die ervoor zorgen dat ik weet dat sommige maatregelen gewoon eigenlijk niet, die nu genomen zijn vanuit de regering, dat gewoon eigenlijk niet echt toepasbaar is voor de boeren, omdat zij weten de ins en outs en degene die er dan een wet over maakt, die heeft misschien niet compleet die ins en outs wel nodig zijn om een goed plan te maken om wetten aan te passen. Afgelopen weekend was heel leuk. We hebben met een groep, een hele diverse groep jongeren, maar aan de andere kant ook weer een hele groep die heel erg bindt, omdat we wel eenzelfde interesse hebben en met hetzelfde thema's eigenlijk bezig zijn. Maar dat van verschillende kanten belichten. Daar leer je zo ontzettend veel van, want je zit best wel in je eigen bubbel vaak. Zeker als je op een bedrijf werkt. Om dan juist ook die discussie aan te gaan, maar juist ook wat ons bindt eigenlijk op te zoeken. En het daagt jezelf heel erg uit. En het geeft ook wel een richting waar je zelf eigenlijk naartoe wilt.